Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 2 Gun Game winstreek aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraske Game. Nog steeds hebben wij geen enkel potje Gun Game verloren, maar op het moment dat wij één Gun Game potje verliezen is deze serie natuurlijk afgelopen. We spelen op dit moment op de map Jemen en we gaan natuurlijk kijken of we in deze drie potjes in deze aflevering weer onze winstreek kunnen behouden. Oh fuck! Ah nee, ah shit. Ik had mijn Dennis opgenomen. En oh nee, daarom stond dat ding zo vaag, gek. Oh, ik heb het in de tussentijd helemaal niet meer gespeeld, joh. Oké, vriend, nu moet ik even een comebackje maken. Oh, dat was niet zo handig van mij. Lekkere goede voorbereiding. Nou ja. Kan gebeuren. Helaas kan het gebeuren. Maar nu moeten we doorgaan, want anders verliezen we dit potje. Dus even tempo erachter zetten. Nee, niet naast me spannen dan. Dat vind ik niet leuk. In mijn rug zit er ook nog één. Hij spande daar bij die tempel, joh. Gewoon letterlijk een meter naast me. Dus, thank you, Call of Duty. Maar, oh, nu spant hij ook in achter me. Maar dat heb ik... liever niet. Zo, die was ook lekker recht. Komt er nog een. En dan komt er nog een. Yo, thanks. En dan komt er nog een. En die durft niet meer. Nou, dat vind ik nou jammer. Ze durven allemaal, behalve die laatste weer, hè. Dat vind ik nou niet leuk, hè, jongen. Oké, we staan er weer voor. We kunnen weer rustig aan doen. We hebben weer alle tijd. Nou ja, alle tijd. Dat ook weer niet, maar... we hebben weer veel tijd. Oh, kut. Oh. Ik zag die hele vent niet aankomen. Ik zat op die andere gefocust. Als je op iemand gefocust bent, dan zie je nooit meer je minimap. Want dan let je op die persoon natuurlijk. En dan kijk je niet meer op je minimap. Terwijl die minimap, ja, in gun game. En zo, ja, ga maar lekker nijven, joh, lul. In gun game en sowieso ook in elk andere game natuurlijk... is dat gewoon het allerbelangrijkste. Eigenlijk in heel Call of Duty is je minimap het allerbelangrijkste. In Battlefield is je minimap ook belangrijk. In Counter-Strike is je minimap ook belangrijk. In je... oh, shit! In alles is je minimap belangrijk. Dus houd dat ding ook gewoon de hele tijd in de gaten. En soms heb je van die momentjes... en dan kijk je er even niet meer op. En dan ga je daardoor meteen weer dood. En dat zijn van die kutmomentjes. Dat zijn van die dull momentjes. En dit zijn al van die kutmomentjes. Oh, die kan ik niet tegen. Dan sta je op een plek en dan spant er helemaal niemand. Waardoor ik nu door het midden van de map moet gaan lopen. Dankjewel. Zo. Ik moest even focussen op die gozer hoor. Want anders was het niet goed gegaan. Maar we hebben hem. We hebben hem. Daar gaat het om. Ga je heen naar boven? Natuurlijk joh. Waarom niet? De standaard plek van iedereen. Die gaat er altijd naar boven. Oh, spring over mijn kogel heen joh. Dildo hoofd. Kom terug dan. Durft hij of niet? Nee, hij durft niet. Ah, jammer. Oh, kut. Hij loopt daar. Daar kan je niet over... wat? Oh, kut. Heb ik de kill? Ik heb de kill. Oh, ik wou zeggen, daar kan je niet overheen springen. Maar hij deed het mooi even wel, hè? Tank. Oh, killsteal. Fuck je scheid. Nu ben je dood. Nog één killetje. Als het goed is, spant er hierin. Dan kan ik me ineens een point door zijn kop heen knallen. En dat is nu. Oké, dan mis ik hem ook nog. En dan word ik door de muur heen geschoten. Hey, thanks, jongens. Laat me nou weer dit potje winnen, man. Jij is niet op te letten en ik ook niet. Ah, nee! Dank je. Zo, die fan was scheef. Holy shit. Hij is ook meteen geliefd. Hij is meteen geliefd. Ik pak hem echt op de slechtste manier mogelijk. En meteen is die weg, jongen. Meteen is die weg. Ja, mooi geschoten hoor. Waggel van. Maar mensen, dit was potje nummer 1. We hebben gewonnen. Met 20-6. En we gaan natuurlijk meteen naar potje nummer 2. Dus ik zie jullie in enkele seconden bij game nummer 2, dus tot zo. Alright boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. We spelen nu op de map Express, wat natuurlijk gewoon een lekker chill mapje is. Nou ja, hij is... weet je wat ik in deze map altijd heb? Ik vind deze map chill als je op de goede plek staat. Als je op de verkeerde plek staat, wat ik nu aan het doen ben, lekker slim Jan. Dat is echt gewoon het poep man, want dan ga je die kill namelijk nooit weer hele leven... jongen Jan, nee! Oh! Zo, dat is een knife-runnetje. Nee, niet doen. Ik kill hem mooi twee keer achter elkaar. Dus ja, deze map is op zich wel chill. Alleen moet dus wel gewoon op de goede plek staan. Want anders ben je gewoon echt keihard de Sjaak. En ik sta nu ook op de goede plek. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga hier lekker, maar ook echt lekker, blijven staan. Want dit is namelijk precies de plek waar ik ook wil zijn. Want dan kan je namelijk deze kant op rennen. Om de enemies 3, 2, 1, nu. Nee, kut. Om de enemies hier te kunnen killen. Dan kan je natuurlijk, op het moment dat ik ze allemaal hier heb gekild, wat ik dus nu heb, weer terugrennen. En dan kan je ze natuurlijk weer allemaal aan de andere kant killen. Dus deze plek waar ik dus nu stond. Ah, oh, nee, die try die verneukt mijn kill chain, serieus.
En nu heb ik een frenzy kill. Hey, thanks hè, kuttrein. En dan kan ik dus nu weer terugrennen. Oh, wacht, eerst even deze gozer killen. Dan kan ik dus nu weer terugrennen naar deze plek. En dan sta ik weer in het midden, zeg maar. Dus dan kan je zo de hele tijd heen en weer blijven rennen. En daarom is dit dus, ja, voor mij... Want ik vind de ideale... Auw! Plek. Ik was al geraakt, dus hij hoefde maar een kogeltje van zijn executioner te raken. En geen hele ammo om het te killen. En ja, dat was een M1216. Dus kan ik niet veel aan doen, dat was ook gewoon dom van mij. Lekker slim, Jan. Nee, dat was niet slim. Dat was dom, hè, jongen. Dat was dom. Ik ga er gewoon inrennen. Ik ga hem noscopen. 3, 2, 1, noscope. Dank je. Soms heb ik geluk, jongen, bij die dingen. Meestal heb ik pech, maar... Soms op zijn tijd... Kan ik wel even geluk hebben. Het gebeurt helaas alleen niet zo vaak. Zo, dikke hardscope. Hou je mond, ik heb niks gedaan. Komt die klote trein ook weer aan. Oh! Zo, hé. Doe eens even normaal, joh. Fucking hell, hé. Die had ik dus even niet zien aankomen. Soms zijn van die momentjes. Dat is... Oh, fucking hell. Dan zie je iemand aankomen. En ja, zoals ik in het eerste potje ook al zei. Als je even niet op je minimap kijkt en dan komt iemand aan. Dan zie je het gewoon niet. Klaar. Oh, hitmark. Gaat die raken? Ah, poepkind. Ah, nu is hij dood. Oh, 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 shit. Zie je, dat bedoel ik. En volgens mij ook, als je in dit spel spant of zo, dan sta je ook eventjes nog niet op de minimap. Als je echt net bent gespant, die sweep komt over, dan doet dat ding het nog niet. Want die vent die spande nu weer naast me. En hij heeft gewoon tijd gehad om op het trappetje te klimmen. Hij heeft tijd gehad om op mijn hoofd te richten. En hij heeft tijd gehad om het te killen, voordat ik hem eindelijk zag op de minimap. Dus, ja, het is soms... Ja, je minimap is hetgene waar je het meest moet kijken. Maar soms kan het ding ook nog wel... Een beetje onbetrouwbaar zijn. Ah, fuck, scheef. Fuck, nog een keer. Kutding is dit ook, jongen. Nee, what? Oh, are you kidding me? Are you actually... Oh my god. Oh my god. Ik mis hem 10 keer of zo, man. Oh, je wacht, jullie... Oh, wat is kut. Kan ik eindelijk aan denken. Oh, dat werkt... Nee, what the fuck? Werkt dat echt? Jullie zeiden, ja, je moet schieten en dan meteen op vierkantje drukken of zo. Dan kan je sneller weer schieten. Maar ik weet nog niet of het werkt. Ik ben het nu aan het uittesten, want ik heb... Oh, kut, wacht. Oh shit, wacht. Ik test het even niet uit. Dat zeiden jullie in ieder geval, dus ik weet niet of het echt werkt. Maar ik moet nu eventjes die kill pakken. Wacht even. Uno momento. Dankjewel. Maar ik heb er eindelijk aan gedacht. Schieten en meteen dubbel vierkantje of zo. Dan reload je sneller met de ballistic knife, zeiden mensen. Ik weet niet of dat echt zo is, maar... Ja, weet je, misschien is het echt een milliseconde verschil, maar... Ik ga er even aan denken in het volgende potje. Even aan denken. Maar mensen, dit was game nummer 2. Ik hoop dat jullie hebben genoten van game nummer 2. Dus ik zeg voor nu, tot en met game nummer 3. Tot zo. Alright boys, welkom bij natuurlijk het laatste gun game potje van vandaag. We spelen nu op de map Cargo. En er spant helemaal niemand bij me. Serieus? Gaan we nou zo doen, Call of Duty? Ze naaien me nu al. Ze naaien me fucking nieuw in de eerste seconde, joh. Staat er hier een keer stil? Zijn je echt stil? Nee, je staat niet echt stil! Oh, dat was een grapje. Oh, wat een lucky kill was dat. Die had niemand gezien. Holy shit, man. Die kill had ik eigenlijk niet moeten hebben daar, maar oké. Hij had hem ook niet moeten krijgen, dus ja, weet je. Niemand had hem eigenlijk moeten krijgen. Dus ik had geluk. Maar dat mag soms wel even. Dikke killsteal. Uit mond. Was geen killsteal, was een mooie kill. Hij moest reloaden, wat een dildo. Oh, kut. Nu spant hij naast me. Niet dat tonnetje. Als je dat tonnetje opblaast en daarmee de kill krijgt, dan telt die kill natuurlijk niet mee voor je wapen. Maar dan telt de kill mee voor het tonnetje. Dus let er altijd goed op dat je niet de kill pakt met een auto of met een tonnetje, want dat telt hij niet mee in gun game. Dan moet je altijd in je achterhoofd onthouden. En we gaan zo lekker. Oké, nu heb ik dat gezegd en nu ga ik weer dood. Let op. Oké, nog niet. Oh, kut. What the fuck doe jij dan, joh? Ik moet even eerder zeggen dat ik er in één keer stond. Kom je hier uit of ga je omlopen? Hij komt omlopen. Oh, er loopt er nog één om. Jongens. Ik wil niet heel veel zeggen, maar er zit ook nog één in mijn rug. Zes, kut, wacht. Oh fuck, ik ben omsingeld. Ik ben nog verder omsingeld. Kom dan, vriend. In mijn rug zit er ook nog één. Fuck! Die! Nee! Hij moet reloaden! Hij moet reloaden! Niet mijn nijven! Nee! Motherfucker! Kut, kut, kut. Holy shit, die auto ontploft ook nog eens, jongen. Ik ben net op tijd weg. Oh, hij loopt langs me. Oh! Ga dan serieus daardoor. Nu! Fuck! Fuck! Ik wou flawless pakken, man! Ah, we stonden 16-0. Ah, kut! Shit! Shit, 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 shit! Ah, ik wil een flawless halen. Jammer! Maar ja, shit hebben ze. Kut, dan ga ik nog een keer dood. Ja hoor, daar ga ik op. Dank je. Woe!
In ieder geval... Het ging lekker. Hé, hey, je bent dood. Het ging heerlijk, jongen, daar. What the fuck deed ik met die enemies? Kom je? Nee, je loopt om. Oké, dan loop je om. Dan kom ik wel bij deze gozer. Oh, loop je ook om? Oh, jij loopt ook om. Nou, dan kom ik al bij deze gozer. Loop jij ook om? Nee, jij gaat stilstaan. Oké, thanks. Hop, makkelijke kill. 20 op 2, want ik wilde even niet meer doodgaan. Daarom killde ik die vent. En we hebben keihard gewonnen, jongens. De tweede persoon is pas bij de 8 kills. Wow, yo, dit potje ging snel dan. Maar hierbij zit deze aflevering weer op. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze aflevering. Mocht je nou hebben genoten, ram dan natuurlijk sowieso keihard op die like. Dat helpt mij enorm. Bedankt voor alle support, bedankt voor alle steun. En dan zie ik jullie hopelijk ook weer bij een andere video. Of bij de volgende aflevering. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.